Vandaag spannende dag. Paardjes gaan vandaag naar de tandarts. Ik vind het heel belangrijk dat ze goed worden bijgehouden in een gebitje. Net zoals wij mensen moeten ze natuurlijk één keer in de zoveel tijd gecontroleerd worden. Misschien bijgeveld worden. Even checken of alles nog goed zit. Zowel Django als Winnie mogen vandaag. Dus we gaan eens kijken hoe dat gaat. Ja, lekker ding. Deze mate van relief die is perfect voor het malen van roomvoer. Want als je te glad vuilt dan? Als het te glad is, dan heeft hij daar meer moeite mee. Oké. Okay. Paardjes zijn weer goed bijgekomen uit de sedatie. Ze mogen natuurlijk anderhalf uur even niet eten, omdat ze anders slokdarmverstopping kunnen krijgen. Maar nu krijgen ze toch nog lekker even wat voer. Tandjes zijn allemaal weer netjes. Gelukkig hoeft er weinig te gebeuren bij Django, alleen wat scherpe randjes. En Winnie die moest, die liet proppen vallen, die had wat haken op de tanden, ze is natuurlijk 21. En zij heeft een paar gleuven tussen de tanden, had een hele moeilijke naam, ik weet niet meer wat. Maar dat is ook weer bijgewerkt en verder is alles weer goed in orde. Ze kunnen ze weer eventjes tegenaan een jaartje.